Ja, hij is geopend! Hij is geopend! Ja! Kijk, 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 we zijn in de kelder! Wat hoor ik? Wat zie ik daar? Laten we even kijken. Oh, nee. We zijn hier er weer klaar voor. Heb je er weer zin in? Het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Hello Neighbor. Het begint nu zo spannend te worden. Wat verbergt de buurman in zijn kelder? Wie heeft de buurman vermoord? Dit gebeurde trouwens in de vorige aflevering van Hello Neighbor. Wij gaan ontsnappen van die verdomde buurman. Snel, volg mij. We kunnen het nu langs. Oh, we did it! Oh my god, it's a shadow man! Oh my god! Jongen, wat wordt het spannend, hè? Wat wordt het spannend? Ik wil jullie trouwens echt super bedanken voor het support op deze serie. De allereerste aflevering heeft meer dan 11.000 likes. En de tweede aflevering heeft gewoon meer dan 10.000 likes. Echt insane! Vandaag is het ook wel weer tijd voor act 3. Deze act is trouwens redelijk lang. Dus hier ga ik twee delen van maken. Dus willen jullie nog een deel van Hello Neighbor? Smash op het duimpje omhoog. Laten we een challenge doen. Als we meer dan 7.500 likes halen, dan kunnen jullie over 2 dagen de finale verwachten. De laatste aflevering van Hello Neighbor. De aflevering waar wij de buurman gaan exposen. De aflevering wat hij verbergt in de kelder. En dan is het nu tijd voor de gloednieuwe aflevering van Hello Neighbor. We zijn weer beland in onze oude appartement. Waarom ben ik hier weer? Ik startte het spel op en toen belandde ik hier weer. Maar toen bedacht ik me zo van, in de vorige versies, als ik in dit appartement was en ik keek uit het raam, zag ik ergens de buurman. Dus ik heb nog steeds het gevoel dat we hier de buurman ergens kunnen vinden. Laat de zoektocht maar beginnen. Oh my god. Ik wist het. Hij chillt hem daar gewoon op het dak. Maar waarom houdt hij mij in de gaten? Mijn theorie is een beetje dat de buurman mij in bescherming houdt. Dat denk ik zelf. Want anders houdt hij mij nu ook niet in de gaten. Kom maar op met het envelopje. We zijn nu wakker geworden. We zijn nu beland in mijn oude huis. Hebben we eventueel hier nog specifieke dingen? We hebben hier wel een sausje met Captain Salsa erop. Arriba! Maar laten we eventjes kijken naar het huis van de buurman. Oh my god, dit is het huis van Beta 3. Ik ken dit huis echt super goed. Ik denk dat het nog een beetje hetzelfde is als de vorige versie. Dus we kunnen hier gewoon super snel doorheen. Maar ik zie wel een aantal kleine veranderingen. Hebben we hier ook ergens een verrekijker of zo? Zodat we eventjes goed het huis kunnen koekeloeren. We kunnen hier ook nergens iets van een verrekijker vinden of zo. Misschien buiten of zo? Oh shit, daar is de buurman. Hey buurman, alle skits achter de rit. Maar ik snap het niet. Het kan niet in één keer zo zijn dat de buurman dit heeft bijgebouwd. Dus dit moet wel iets van een soort van droom zijn, denk ik. I don't know. Hebben we hier niet iets van een verrekijker of zo? Ik heb eigenlijk wel even een verrekijker nodig hier in de... Wow! Oh my god! Wat gebeurde hier nou weer? Hebben we hier misschien een verrekijker? En ja hoor, ik zag hier net namelijk wat. Ik heb geen flauw idee wat het is, dat hebben ze nieuw bijgebouwd. En hierboven hebben ze iets toegevoegd. En ik denk dat je via de pijpen daar terecht kan komen. Kom maar op buurman, ik zal erachter komen wat jij verschilt in je kelder. Wat hebben we eigenlijk nodig om de deur te openen? We hebben een kaart nodig en een koevoet. Wat is hij trouwens aan het doen? Hij krijgt de deur niet eens open. Hij doet de deur dicht en weer open. Af en toe is die buurman zo gek in zijn hoofd. Wacht eens even, we kunnen hier zo te zien niet meer naar boven. Hij heeft dat dichtgeschroefd. Dus wij moeten een andere manier vinden om naar boven te komen. Nou, zoals ik weet kunnen we wel hier gewoon eventjes lang. We moeten heel stil zijn. Want een aantal dingen weet ik wel. Want hier zit namelijk de kaart in die we nodig hebben. Maar die zit vast in het ijs. En om het ijs te laten vriezen moeten we de generator uitzetten. Maar dat is nog niet zo simpel. Maar een aantal dingetjes kunnen wij nu wel al eventjes fixen. Want dan hebben we namelijk eventjes het magneetgeweer nodig. En de koevoet. En de koevoet kunnen we hier vinden, maar de deur is opgesloten. Slot. Dus we moeten eerst even een sleutel vinden. Laten we snel deze kant op springen voordat de buurman komt. And we did it! Huppakee, de buurman zal ons officieel niet meer pakken. En om dat magneetgeweer te pakken, moeten we eventjes deze kant op springen. En dan zien we daar de sleutel en daar het magneetgeweer. En om die te kunnen pakken, moeten we die lever daar eventjes omschakelen. Kunnen we even een schilderijtje pakken? Deze of zo? Ah! En huppakee. Maar gelukkig hebben we hier nog een aantal schilderijen. Huppakee. Geen flauw idee hoe ik dit voor elkaar heb gekregen. Chapeau, chapeau. We hebben de lever over gehad en nu kunnen we hier eindelijk chillen. Laten we eventjes dan het magneetgeweer pakken. En dan kunnen we nu de sleutel pakken en huppakee. En dan zijn we al gelijk een stukje verder. Zullen we hier ook eventjes alles meteen vrijmaken, zodat we hier langs kunnen? Oh ja, dit is de kamer met al die camera's. Als we dit uitzetten,
Dan doen alle camera's het gewoon niet meer. En dan vindt de buurman het gelijk een stuk lastiger om mij te vinden. Deze stoel halen we hier ook eventjes weg. We pakken de sleutel hier. We halen het slot eraf. En dan kunnen we nu echt overal terechtkomen. Het beste wat we nu eventjes kunnen doen is de koevoet proberen te krijgen. Dus wij gaan eventjes naar boven toe. We halen het slot hier eraf. En huppakee. Ik wil de deur wel eventjes dicht doen voordat de buurman naar boven komt. Daarboven is trouwens de koevoet die we nodig hebben. En om daar te komen moeten we een geheime doorgang openen. Want als ik namelijk deze schilderij hier omdraai, gaat daar de poort open. Halleluja. Laten we eventjes super snel er naartoe lopen voordat de buurman ons doorheeft. Hier is namelijk koevoet die we nodig hebben. Zo, we halen de stoel weg. We openen dit. En oh my god, de buurman is daar. Hij springt daar naar beneden. Oké, okay, we hebben de koevoet. En wat gewoon zo super relaxed is. Wij kunnen namelijk met het magneetgeweer kunnen we de koevoet afkoelen. Maar dan moeten we eventjes naar de badkamer toe. Oh my god. Oh, daar is de buurman. Oh. Zeg niet dat ik de koevoet ben kwijtgeraakt. Laten we het water eventjes aanzetten. En langzaam zal de koevoet dan nu afkoelen. Ja, hij verandert van kleur. We kunnen nu officieel de koevoet vasthouden. En de koevoet gaan we trouwens eventjes bewaren. Die bewaren hier wel even in de kast. Zo, huppakee. Zodat we die gewoon niet meer kwijt kunnen raken. We hebben de koevoet, dus we hebben nog alleen een kaartje nodig. En om dat kaartje te krijgen, moeten we die generator daaruit krijgen. De buurman heeft me door. Zie hem daar dan staan, hè? Die verdomde buurman. Die verdomde buurman. Maar hoe komen we daar ook alweer? Het beste wat we kunnen doen is die monorail daar eventjes aanzetten. Want die maakt dan eventjes alle borden kapot. Want wij moeten namelijk daar naartoe. Dus laten we eventjes naar die monorail toe gaan. Oh shit, de buurman weet nu dat ik er ben. Oh shit, hij heeft me gezien. Hij heeft me gezien. Oh, alsjeblieft, zeg dat hij hier voorbij loopt. Oh, hij is zo dichtbij. Surprise. Oh nee, fuck you, buurman. Voel dit, buurman. Oh, bijna. We gaan het stroom even uitzetten. Maar dat heeft hij waarschijnlijk nu wel door. Hij weet nu dat ik er ben. Hij weet dat ik er ben. Hij hoort het. Ik zie hem daar dan staan. Buurman, ga alsjeblieft eventjes weg. Ik probeer die planken weg te halen. Waar gaat hij heen? Hij gaat naar de badkamer. Hij moet plassen, dus laten de schroeven er even uithalen. Kom op, voordat de buurman er is. Go, 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 go. Daar hebben we namelijk nog alleen een pasje nodig. We halen het stoel weg. Kan de deur al open? Nee, de deur kan nog niet open. We hoeven nog alleen het ijs laten smelten, maar dit gaat zo lastig. Oh nee, hij is daar. Oh, hij heeft me gezien. Hij heeft me gezien. Ik zit vast. Ik zat vast in een berentrap. Mom. Mom. Weet je wat het beste is wat ik nu eventjes kan doen? Is gewoon even een vies banaantje pakken en de lift daarachter even openen. Oké, de buurman is nergens te bevinden. Dus laten we dit super snel doen. Kobe! Oké, dat knip ik eruit. Dat is nooit gebeurd, jongen. Kobe! Waar is dat banaantje heen? Huppakee, we hebben het geopend. Oh, nee, de buurman! Oh! Oké, okay, snel, snel, voor die onze voordat die ons pakt. Red, spring er overheen! Haha, wat wil je doen, hè, buurman? Hier, vol mijn verrekijker tegen gezicht aan. Het ging door hem heen. Het ging door hem heen. Laten we naar boven gaan. Ik wil eventjes aan jullie laten zien wat we hier kunnen vinden. We openen dit eventjes en we zien hier een soort van begin van de monorail. Wat als we de deur hier openen? Waar komen we dan terecht? Oh, shit. Hier wil ik nog niet naar beneden springen, hoor. Als we hier naar boven gaan, zien we hier water. En daarboven zien we dat apparaatje die we nodig hebben. Want we hebben die gramophone namelijk nodig om de bomen te laten krimpen. Om te laten doodgaan. Maar dan moeten we eerst het water hier bevriezen. En om dat water te laten bevriezen, moeten we iets met een wereldbolletje doen. Voor de mensen die zich afvragen, Ronald, waarom weet je dit allemaal? Omdat ik namelijk de alpha en beta versies heb gespeeld. Oh shit, waarom denk ik dat de buurman hier ergens is? Oké, okay, we openen hier de deur. En daar is de wereldbol die we nodig hebben. Oké, okay, go, go! Oh, ik weet nog gewoon nog steeds niet hoe dit systeem hier werkt. Ga omlaag. Ja! Nee! Waarom ging je vrouwtje? Oh nee. Oh shit, de buurman is er ook nog? Damn you, buurman. Dit ding naait me zo erg. Oh, en we hebben het gehaald. Hell yeah. Als we deze wereldbol nu namelijk eventjes meenemen en gooien hier de ruit mee in. En we moeten nu naar beneden springen. Maar als ik naar beneden spring, is er een kans dat we doodgaan. En ik wil niet doodgaan. Maar soms moet je het doen om de wereld beter te maken. Go! Oh, we hebben het overleefd. Maar we gaan eventjes naar ons huis toe en we gooien deze eventjes in de vriezer. We doen hem eventjes dicht en ik doe nu eventjes een goocheltrucje. Simsalabim! En nu is de aarde van ijs. En dit moeten we super snel doen. Moeten we de wereldbol ergens plaatsen? Maar ik heb eventjes geen flauw idee waar ik die ook weer moet plaatsen. Ja, het is hier. Oké, we plaatsen hem hier neer. En nu is dat ijs daarboven bevroren. Ik ben zo slim! En het ijs is bevroren. Nu kunnen we er super snel bij. Huppakee, we did it! Oh, shit! Want als ik nu de gramophone aanzet, horen jullie dit. En met dat muziekje kunnen we bomen laten doodgaan op een of andere manier. Laten we eventjes helemaal naar boven gaan. Oh, buurman, laat me zitten, laat me uitpraten of zo. Want ik wil nu eventjes die monorail aanzetten. En als we die aan hebben gezet, kunnen we volgens mij makkelijker daar komen. Zelf heb ik geen flauw idee hoe je daar komt, want het is... Die generator is dichtgebouwd. Het is dichtgebouwd. Maar hoe openen we dat?
We plaatsen alles hier eventjes neer, want we hebben namelijk ook een aantal dozen nodig. Zo, we pakken dit allemaal. Laten we deze even openen, zo. En laten we naar boven klimmen, kom op. Wat? Ah! Waar komt hij vandaan? Oh, damn you, buurman. Dat was de buurman. Ah! Oh my god, dit is gewoon niet leuk, man. Die buurman is zo creepy. Laten we hier naar boven klimmen. Want dan kunnen we namelijk de monorail aanzetten. Zo, nog eentje. And we did it! Victory is mine! Laten we eventjes de monorail aanzetten. Zo, we zetten hem aan en huppakee. Daar gaat de monorail. Denk ik. En daar gaat hij. Ik moet wel eventjes die gramophone hebben, hè. Die is wel eventjes belangrijk. And we did it. En de monorail komt net op tijd hier weer. De monorail moeten we eventjes goed plaatsen. En ik denk, hier. Dit is wel een goed plekje. Want namelijk vanaf de monorail kunnen wij op het dak belanden waar wij naartoe moeten. Dus we openen hier de deur even. Jump! Oh, we did it! Maar wat is dit? Ik zie hier wat. Het is een moersleutel die we nodig hebben om deze schroeven los te draaien. Maar laten we de albekende challenge maar beginnen. Kunnen we dit halen? Oké, okay, let's try it. Nou, geweldig dit, hè? Ja, we did it! Oh! Oké, okay, maar nu komt het lastigste, jongens. Want het spel is nog wel een beetje gebeurd. Springen is af en toe een pain in the ass. Helemaal als je vanaf de monorail op het dak wil springen. Kunnen we dit nu in één keer halen? Dat bedoel ik dus. Yay, we did it. Laten we meteen even zien naar beneden gaan. Want we hebben nu namelijk een moersleutel gevonden. Oh, dit is zo relaxed dat ze dit hebben gedaan. Want nu kunnen wij namelijk dit losdraaien. En dan hoeven we niet meer via de monorail naar boven te gaan. Laten we de boom hier even dood laten gaan. Sterfbomen! Zie je niet dat ik er langs wil? Alle bomen zijn dood. Zullen we hem even weer uitzetten, want je maakt echt een rotgeluid. Ik ben benieuwd wat we hier boven kunnen vinden. Want ik zie daar een nieuw platformpje. En dat ben echt gewoon heel erg benieuwd wat we daar kunnen vinden. Oké, we hebben hier een mannequin. We hebben een mannequin ook wel nodig. We moeten namelijk 4 mannequins verzamelen en 4 stukjes staart. En als we die hebben verzameld, gaat het cadeautje open en dan krijgen wij een wapen. Ben ik benieuwd wat we hierboven kunnen vinden. Maar hoe komen we hier? Ja, we hebben het gehaald. En wat kunnen we hier? Dit is spannend. Wij kunnen waarschijnlijk vanaf hier daar nog beter inspringen. We hebben namelijk een rode sleutel om daar een geheim deur te openen. Maar wacht eens even. Kunnen wij hier al het beste iets naar beneden gooien? Wat gaan we toch niet meer gebruiken? Ik gooi het magneetgeweer wel naar beneden. Doei magneetgeweer. We hebben nu de motor kapot gemaakt. En wat moeten we nu ook alweer doen? Ik moet eventjes goed nadenken. Het is zo lang geleden. Laten we eventjes naar die monitor toe vliegen. Oh, halen we dit? We halen dit net niet. Want we moeten namelijk naar dat kamertje daar komen. Maar hoe komen we daar ook alweer? We moeten er nu langs kunnen komen. Het is nu namelijk dag en de buurman heeft mij zo te zien door. Ik weet ook niet hoe. We openen deze deur. We hebben hier trouwens nog een stukje taart. Kunnen we hier ook niet eventueel een stoel neerleggen? Zodat we later in deze video alle stukjes taart hebben en dan kunnen we namelijk het wapentje krijgen. Oké, we openen deze deur. Oh shit, waar zijn we nu? Oh, nu kunnen we namelijk dit openen. Oh, huppakee. En, want daar is namelijk de generator en droom leidt zo te zien hier naartoe. En waarom hoort de buurman mij de hele tijd? Wat een gekke man. We zien hier dus een kast, dus we moeten hier wat mee doen. We moeten namelijk dit schilderijtje hier proberen na te maken. Dus wij gaan het skateboard hier neerleggen. Maar dan hebben wij zo te zien alleen nog maar een gitaar nodig. En waar kunnen we ook alweer een gitaar vinden? Oh shit. Hier is namelijk nergens een gitaar te vinden. Waar is die verdomde gitaar? Is die misschien niet hier achter de deur? Maar deze kamer zit vol met water. Oh, natuurlijk. Wij moeten nu zo'n kraan vinden waarmee we het water kunnen weg laten stromen. Ja, daar is een kraan. Daar is een kraan die we nodig hebben. Oh, we springen daar. Nee! En split! Hey, we did it! En nu kunnen we die ene deur openen. Oké, okay, hoe kan... Ah, dit gaat weer zo lastig worden. Dan moeten we namelijk hier springen. Oh, dat haalden wij net. Dat haalden wij net. En nu moeten we waarschijnlijk deze deur open kunnen. Oh shit, oh shit. En als we deze openen, dan hebben we hier het gitaar. Gaan we het halen? Zeg alsjeblieft dat dit werkt. Want dan hebben we namelijk het kaartje ook. Oké, het gitaar. Ik denk dat we het hier gewoon hierop kunnen plaatsen. Zeg dat dit is gelukt. Ja, hij is geopend! Hij is geopend! Oh, jump! We zetten het uit! Oh! Kom op, smelt! Smelt! Kom op, ijs! Ik heb jou als enige nog nodig! En we hebben hem! Huppakee! Oké, we plaatsen hem erin! We kunnen nu kijken wat er al in de kelder is, hè? Wat ik ook eventjes wil doen. Ik wil eventjes een ability hebben dat ik kan doublejumpen. Maar dan moet ik daar naartoe gaan. Om die ability te krijgen heb ik eerst het wapentje nodig. En om dat wapentje te krijgen moet ik eerst alle mannequins hebben. Laat dan nu het zoektocht beginnen naar de mannequins! Moeten we hier sowieso eventjes een ruit in gooien?
Go! Perfect! Oh, oh, die was mooi! Laten we daar naar boven gaan om de eerste mannequin te pakken. We gaan er perfect in belanden. Je ziet daar de mannequin staan. Rustig, we mogen dit niet verprutsen. Oh! Ja, we did it! Nummertje 3. Laten we daar eentje supersnel naartoe lopen. Hopelijk is de buurman hier niet. De buurman is hier nergens te bekennen. Gelukkig maar, gelukkig maar. Oh, we moeten nog een mannequin vinden. Oh, shit, ik dacht dat hier al een mannequin... Oh, nee, er was hier al een stukje taart. Mannequin 1, mannequin 2 en mannequin 3. Dan moeten we nog eentje vinden. En dan moeten we nog alleen maar 3 stukjes taart vinden. Maar waar is de laatste mannequin? Hier niet misschien ergens een mannequin. Hier was wel een stukje taart. We hebben de allereerste stukje taart nog 2 te gaan. Ik zie daar een feesthoedje en daar moet ook een stukje taart zijn. Huppakee, we gooien weer een ruit in. Dat voor you taart. We gaan gewoon via de trap naar boven. We gaan gewoon precies hetzelfde doen wat we net ook met die mannequin deden. We gaan het gewoon super epic doen. There we go! Kom, dit gaan we halen. Daar moet een stukje taart zijn. Misschien vinden we daar ook wel de laatste mannequin. There we go! Oh, we hebben taart! Yeah! Taart nummertje 2. Ik zie daar de laatste mannequin. We moeten hier ook weer een code invullen, maar daar hebben we een verrekijker nodig. Laat ik dan eerst eventjes deze 2 taarten inleveren. Dan hebben we dat ook al gedaan. Jongens, ik heb alvast taart, maar jullie mogen nog niet eten. Wat voor code? 2369. 2, 3, 6, 9. En we hebben de laatste mannequin. Dus laten we hier de laatste mannequin openplaatsen. En dan hoeven we nog maar 1 stukje taart te hebben. En dan hebben we dit stukje ook gehaald. Yeah! We kunnen vanaf hier dat kamertje inkomen. Zo, huppakee. En dan is daar het laatste stukje taart. Kom op! We did it! Oh! Hopelijk werkt dit. Please, zeg het. We leggen hem neer. Ja! Eindelijk! Yeah! We hebben nu het wapentje. Oh my god. Nu kunnen we de rode sleutel krijgen. Want we moeten namelijk dit geweertje hierin gooien. En huppakee! Want in de kamer waar we nu naartoe moeten, mocht namelijk geen wapen in. Als je doorliep met een wapen, gaat de poort naar beneden. En omdat ik het nu hierin heb gegooid, kan ik toch op een of andere manier het wapentje in het kamertje krijgen. Als we nu de hendel overtrekken... Daar is mijn wapentje! En mijn magneetgeweer! Zo, so we did it. Nu kunnen we dit overhalen. Waardoor we nu de sleutel kunnen pakken. Oh, yeah! Ah! Oh my god! Oh! En nu kunnen we de sleutel pakken. Hupsakee. Oh yeah. En nu dat we deze rode sleutel hebben, kunnen we de minigame doen waar we de double jump kunnen krijgen. Oh, we zijn zo dicht bij het einde. Kunnen we halen. En ja, we kunnen de sleutel erin doen. There we go. We springen erin. Oh. En nu hebben we de minigame waar we de double jump voor kunnen krijgen. Maar dan moeten we eerst helemaal naar boven lopen. Met z'n allen op avontuur. We springen hier naar de overkant. Hupsakee. Vol dit vers. We gaan ook even voor de zekerheid een glas meenemen. Ik denk namelijk, want hier heb ik nooit eerder aan gedacht. Want we moeten straks weer een lever overhalen. Maar wat als we er gewoon een glas tegenaan gooien? Maar waar kunnen we die lever ook alweer vinden? En zie ook hoe klein we zijn. Ik denk nog steeds dat dit een nachtmerrie is van de broer. Of misschien wel van mezelf. Omdat we nu zelf slapen. Worden wij gepest? Of wordt de buurman gepest omdat we zo klein zijn? Omdat dit is zo insane groot allemaal. En daar zie ik een lever. Wat als we dit daar tegenaan gooien? Nee! Zeg dat dit kan. Oh, het kon ook nog echt. Waarom moet ik doen als ik zo kan? Oh, oké, we springen hierin. En jump! Lanceer ons. Wow, yeah! Nu hoeven we alleen nog hier naar boven te klimmen. We pakken de dartpijlen. En dan zijn we zo dicht bij het eind. Want dan kunnen we namelijk zien wat we in de kelder kunnen vinden. Kijk, we klimmen erop. Kom op, kom op, kom op. Ik wil niet vallen. We gooien hier nog even eentje tegenaan. Ik denk dat we hierop kunnen klimmen. En ja hoor! Oh, yeah! En daar is het einde van de minigame. We kunnen straks dobbeljumpen en... Jump! Oh, yeah! Maar laten we nu kijken wat we in de kelder kunnen doen. Oké, we rennen meteen naartoe. De buurman heeft me gezien! Spring! Nee, damn you, buurman! Go, 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 go. De buurman is zo te zien in zijn woonkamer. Ah, of niet? Go, 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 go! Oh, shit, oh, shit. Nee, ah! Probeert hij de kelder in te gaan? De buurman probeert de kelder in te gaan. Oh my god, waarom wil hij de kelder in? Oh, de buurman is de kelder in. Oké, laten we daar naartoe gaan. Oh my god, wat gaat hij doen? Hey, wat doe je daar, buurman? 3, 2, go! Go, 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 we zijn in de kelder. Oh shit, oh shit. Oh my god, daar zijn we dan. We zijn gewoon in de freaking kelder. Oh shit, wat is hier gebeurd? Kan ik dit uitzetten dat het niet meer stroomt? Oh, laten we kijken wat we hier kunnen vinden. Gelukkig kunnen we nu double jumpen. Hier waren we ook bij het begin van Act 2. Maar ik zie bijna niks. Kan ik het stroom aanzetten of zo?
Waar zijn we? Wat is dit? Alle deuren zijn ook op slot. Wat hoor ik? Wat zie ik daar? Laten we even kijken. Oh, nee, 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 nee. Oh, nee, wat is dat? Ik ben doodgegaan. Dus ik heb sowieso nog die andere krachten nodig. Dat ik soort van onzichtbaar kan worden. En dat ik de buurman kan trappen. Oh my god, ik wil weten wat dat was. Wat was dat voor monster? Dat zien we allemaal in de volgende aflevering van Hello Neighbor. Wat?